De nieuwe gramang van de Saramakaners, Albert Aboikoni, wordt vrijdag beëdigd. Dat deelde president Desi Bouterse gisteren op een persconferentie op het presidentieel paleis mee. Het heeft 4 jaar geduurd om de nieuwe gramang te kiezen. De president heeft gekozen voor Aboikoni vanwege zijn kwaliteiten en zijn draagvlak. Bouterse gelooft dat Aboikoni in staat is om de Saramakaners te leiden zoals dat wordt verwacht. Ik had geen probleem. We hadden voldoende gehoord. We hadden voldoende informatie. En toen heb ik het besluit genomen om een marathonzitting te houden. 4 dagen lang. Om uiteindelijk een voorstel te doen of een besluit te nemen waarvan ik natuurlijk wist dat niet ieder ermee akkoord zou willen leven. Het zijn 3 kandidaten. Je moet er maar 1 kiezen, dus 2 zullen altijd niet helemaal happy zijn met het geheel. De lijn die ik heb gevolgd is om de 3 kandidaten persoonlijk uit te nodigen en een diepgaand gesprek met ze te voeren. Daarna heb ik met de hoofdkapiteins, de kapiteins, hoofdbasjas en basjas van dat gebied een hele lange sessie te houden. Waarom heel lang? Omdat het uiteindelijk om iemand gaat uit hun midden. En gelukkig hebben we het lang gehouden, waardoor er zaken boven water zijn gekomen, welke normaliter niet hoort. Naast Aboikoni hadden ook Frans Banai en Nase Amina zich kandidaat gesteld. Bouterse vindt dat deze 2 heren alsnog hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Saramakaners. De 2 overige figuren, daar zijn een aantal zaken aangeboden om hun natuurlijk mee te nemen in het proces dat zou moeten leiden tot een stuk verzoening, tot vrede en misschien zelfs veiligheid in dat gebied. Overigens heeft een van de groeperingen, welke reeds nu al een voorstel had met betrekking tot het rolerende leiderschap, wordt meegenomen en voorgehouden aan de straks de beëdigde gramang om vanuit de Saramakaanse stam, mogelijk ondersteund door overige deskundigen, om dit concept verder uit te werken en te kijken per wanneer dat zou moeten ingaan. Tot zover president Desi Bouterse gisteren op een persconferentie op het presidentieel paleis. De nieuwe gramang van de Saramakaners is Albert Aboikoni geworden.